Heel het RFID-project is eigenlijk de basis om te verbeteren. Het is eigenlijk, je zou het kunnen zeggen, als het vervangen van een gegraveerd nummer door een RFID-tag. Dat is de basis. Het project leidt ertoe dat we heel de processen die erachter volgen kunnen automatiseren. Een RFID-tag is een tag met een uniek nummer in een chip die geactiveerd wordt door een spoel. Deze is ingekapseld en daardoor erg robuust. Ideaal eigenlijk om te monteren op onze gereedschappen. Het grote verschil tussen onze oude manier van werken en de nieuwe manier van werken is dat vroeger heel veel zaken manueel gebeurden. Het neerschrijven van het serienummer, het intypen van het serienummer, dat wordt nu vervangen door het scannen van een RFID-tag. Het RFID-gebeuren gebeurt in real-time. Dat wil zeggen dat waar vroeger de mensen manueel de ingave deden nadat de picking gefinaliseerd was, kunnen zij nu onmiddellijk door de wifi-infrastructuur deze boekingen uitvoeren. En deze tijd kunnen zij spenderen aan andere zaken. RFID is een voorbeeld van het professioneel beheer van gereedschappen. Dit professioneel beheer is zeker en vast een meerwaarde voor onze klanten. RFID draagt bij tot efficiëntie. Nu, efficiëntie is een manier van leven. Dat is iets, een manier van denken die we in onze dagelijkse manier van werken zouden moeten beleven. Het is niet zo dat we specifieke tools altijd nodig hebben, zoals RFID, om eigenlijk onze manier van werken procesmatig te optimaliseren. Het is iets waar we dagelijks mee moeten bezig zijn.